Welkom bij Buitenspel, de voetbalpodcast waarin ik, Jelle Rut, samen met mijn goede vriend en medevoetbalfanaat Ruben Botte terugblik op de afgelopen voetbalweek. Onze gast vandaag is Rob Schoofs. De 26-jarige middenvelder speelde in de jeugd voor Amandina, VC en voor Sint-Truiden. Bij Sint-Truiden mocht hij op zijn 16 jaar debuteren in de eerste klasse onder Guido Brepoels toen nog. Bij Sint-Truiden speelde hij in totaal 114 wedstrijden en kon hij 13 keer scoren. Zo werd Rob Schoofs opgemerkt door het grote KAA Gent, waar hij in januari 2016 een contract tekende. De transferprijs bedroeg ongeveer 2,5 miljoen euro, wat destijds ook de duurste inkomende transfer ooit was voor Gent. Hij bleef slechts een jaar bij Gent, waarna hij naar KV Mechelen verhuisde. Met Mechelen degradeerde hij naar tweede klasse, maar hij bleef de club trouw. Hij hielp de ploeg aan een promotie en een bekerwinst tegen uitgerekend KAA Gent. Sindsdien is Rob Schoofs een vaste waarde geworden bij KV Mechelen op het middenveld. Rob Schoofs, alles goed? Goedenavond, alles goed met mij. Top. Ben je eigenlijk bekend met podcasts? Niet zoveel eigenlijk. Af en toe heb ik er wel eens eentje bekeken of geluisterd, maar zelf nog niet veel gedaan. Nee. Ja. Op je 16 debuteren bij Sint-Truiden, hoe voelde dat? Had je dat zien aankomen eigenlijk toen? Dat was op het einde van het seizoen. Hè. Ik trainde toch al het hele jaar mee met de ploeg. En dat was ook in play-off 2, dus dan weet je dat er veel jeugdspelers kansen krijgen en zo. Dus op dat moment was dat wel een beetje logisch, omdat de ploeg zich ook gered had en play-off 2 kon spelen. Dus dan is het drukker wat af en dan krijgen veel jonge spelers de kans om zich te laten zien. Wie waren dan nog zo je leeftijdsgenoten dat toen doorbraken bij Sint-Truiden? We zaten toen een aantal jongeren bij mij, zoals Christophe Bertjens en Benji Kommers, die nog allemaal wel spelen, maar in de lagere reeksen nu, die ook in Sint-Truiden speelden. En zij hebben toen ook allemaal zo in Dylan van Welkenhuizen ook. Zij hebben toen ook allemaal in de play-offs zo wedstrijden gekregen om hun debuut te maken en ook om zich te tonen. Dus. Ja. En was je dan zelf eigenlijk fan vroeger van Sint-Truiden als kind? Ja, ik ben daar heel vroeg toch al, toen ik 9 jaar was, naartoe gegaan. Dus, en dan daar ook gaan wonen. En dan word je automatisch fan, hè. Als je een jonge gast die daar speelt met de ploegmaats na de jeugdmatch naar de match van de eerste ploeg gaan kijken. Dat is plezant en dat zorgt voor een band. Dus dat is ook zo. Dus je bent ook van de regio, dus dat is logisch dat je daar naar opkijkt. Ja. Ja, Yannick Ferreira maakte je destijds kapitein voor Sint-Truiden. Jullie promoveerden dat jaar ook. Ja. Is dat een rol dat voor u op het lijf geschreven is, of is dat toch iets dat je liever aan iemand anders overlaat? Ja, nee, ik doe dat wel graag, hè. Janneke heeft met de kapitein gemaakt en ik denk dat ik met iedereen in de groep altijd goed overeenkom. Dat ik ook verschillende talen, Frans, Nederlands, Engels kan spreken. Dus, en dat ik ook wel sociaal iemand ben. Dus ik leef denk ik goed in de groep en ik spreek met iedereen. En ik vind het wel fijn om die verantwoordelijkheid op te nemen. En dat op mij te nemen en ik denk ook dat ik daardoor wel beter ben gaan presteren ook, dus dat was een win-win eigenlijk. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat is toch niet zoiets dat voor iedereen weggelegd is. Je moet daar toch wel bepaalde karakteristieken voor hebben om een ploeg te leiden, om mensen aan te sturen, om soms een keer een uitbrander te geven, denk ik ook. Ja, inderdaad, maar het heeft er ook vooral mee te maken hoe dat je ook op het veld zijn, hoe je prestaties zijn. Hè. Als jij elke week op niveau speelt, dan wordt van u al makkelijker iets aangenomen dan wanneer je heel onregelmatig bent en of niet vast in de basis staat of zo. Dus je moet eerst op het veld laten zien dat jij je kwaliteiten hebt en dat je de ploeg echt iets kunt bijbrengen op het veld. En dan is de mogelijkheid er als je dan ook nog wat andere eigenschappen hebt, dat jij die rol kunt opnemen. Ja, klopt. Uiteindelijk, je speelt dan wel redelijk lang bij Sint-Truiden, maar ga je dan toch naar Gent. Ja.
Je waart dan de recordaankoop uiteindelijk. Had het gevoel dat er te veel druk op je schouders direct kwam? Wat te veel druk, niet direct, want ik ben naar daar gegaan in de winter. En dat was toen ook met Gent, dat toen Champions League speelde onder Rijn van Azenbroek met een heel goed team. Waarvan ik wist dat ik in het begin daar zou gaan en niet direct heel veel zou spelen. Dus ik kwam naar daar om de eerste maanden een beetje te kijken en mij aan te passen aan het niveau van Gent. En om te leren van de andere spelers, zoals Kums en Neto en andere spelers. Dat was toen echt een heel sterk ploeg. En dan het jaar erop heb ik, ik heb altijd enkele wedstrijden wel kunnen spelen, maar het was nooit echt, het was nooit echt gelukt om volledig door te breken en om vast te blijven staan. Dus ja, dat is zo. En hoe kijkt je daar dan nu op terug? Oh, kijk ik daar terug? Ja, dat is, ondertussen is dat alweer even geleden, maar op die moment moest ik de stap zetten, omdat het ook bij Sint-Truiden op die moment bergaf ging. En had ik het gevoel dat ik daar moest vertrekken en heb ik de kans gewaagd. En uiteindelijk is dat sportief niet gelopen zoals ik had gehoopt en zoals de bedoeling was, maar ik heb er toch wel 1,5 jaar gezeten en ook wel een aantal wedstrijden gespeeld. En mij ook al geamuseerd daar. Dus dat is niet zo dat het één grote mislukking was voor mij. Maar uiteraard is dat niet sportief uitgeruid zoals je zelf had gehoopt. Dus dat gebeurt in het voetbal. Dus, ja, zeker. En, maar ik denk ook wel dat je daar veel kan geleerd hebben. Met die sterke ploeg en dat sterk middenveld. Zoals een Kums, Renat, Neto en zo. Ja, dat is ook wel. Als je daar elke dag mee kan trainen, dan steek je daar ook wel iets van op, hè? Ja, inderdaad. Het was een heel hoog niveau toen met Gent dat net kampioen was geworden. Champions League speelde. Ook Europa League Tottenham uitschakelde. Dus dat was wel een goede periode met een goed team. Het is alleen jammer dat we toen niks gewonnen hebben. Niet kampioen en ook niet de beker. Dus dat was wel jammer. Maar uiteraard zit je bij een topclub en leert je daar sowieso veel bij. Ja, en Van Azenbroek is nu terug bij Gent. Had jij dat zien aankomen dat hij terug ging komen? In het begin niet eigenlijk. Ik had altijd gedacht dat hij naar het buitenland zou gaan, maar dat bleef dan uit. En dan zit je in Gent dat het toch moeilijk heeft dit seizoen. En je weet ook hoe de club zijn mooiste periode heeft beleefd onder Heijn en dat er toch veel supporters en het bestuur toch nog altijd heel op terugkeken met goede gevoelens. Dus dan was het niet zo moeilijk om te denken dat zij die periode onder Heijn opnieuw zouden willen beleven. Hè, met Heijn toch de topprestaties evenaren van toen. Maar het is toch wel een beetje verrassend. Hoewel het ook wel, je hebt ergens wel wat ze kunnen zien aankomen. Ja, ik had ook wel zoiets gedacht na zijn periode bij Anderlecht, dat hij toch niet de verwachtingen heeft kunnen inlossen, dat hij dan naar het buitenland ging gaan. Ja. Maar ja, dan wat analistenwerk gedaan bij PlaySports, denk ik, en die... En nu bij Gent terug. Maar ik dacht ook, ze stonden dan na een paar minuten weer al 0-1 voor op Oostende. Ik dacht, zou het dan toch het Heijn-effect zijn? Ja, ik heb de wedstrijd nu niet helemaal gezien, maar het is wel toch de ploeg met de kwaliteiten van Gent. Maar natuurlijk, Heijn heeft nog maar één training gehad, dus dan is het moeilijk om direct de hele ploeg anders te doen spelen. Dus dat zal de komende weken nog wel veel veranderen, denk ik, Heijn kennende. Die ploeg zal er wel terug bovenop geraken met de kwaliteit die ze hebben. Dat kan niet anders. Dus, ja, Oostende is ook geen slecht elftal, hè? Nee, helemaal nee. Niet. En nee. Uiteindelijk verliezen ze de wedstrijd door een penalty. Ik weet niet of jullie dat penalty vonden. Het was weer een hensbal, maar de regels, volgens de regels is het penalty, maar volgens eigenlijk... Volgens de regels, inderdaad, ja. Ja, dat is... Ja. Dat zou dat niet mogen, hè? Nee, het is zo.
Hein van Azenbroek heeft je ook zo wel. Ah, het is denk ik door Hein van Azenbroek dat je een van je mooiste goals hebt gemaakt uit je carrière misschien. Ik weet niet of dat jij je dat herinnert, maar die vrije trap tegen, ik denk, Sint-Truiden. Ja. Ja, tegen Sint-Truiden heb ik Ja, ooit dat is. in Gent gemaakt, ja. Dat was vintage Hein van Azenbroek met een ingestuurd. Allee, dat is toch goed dat ik Hein van Azenbroek herinner als een trainer die graag stilstaande fases goed uitwerkt. En dan stond Ja, er 3 man voor de bal, lopen ze van de bal weg. En trap jij hem binnen. dat klopt. Ja. Dat was een mooi moment in de extra tijd, de 2-1, de goal. Dus dat Ja. was wel een mooi moment. Dus ja, na je periode bij Gent ben je naar KV Mechelen gegaan. En daar ben je ook gedegradeerd. Was het dan moeilijk voor u om te beslissen om bij Mechelen te blijven? Ja, dat was inderdaad een moeilijk jaar. Gedegradeerd. Dus allee, dat was de eerste keer in uw carrière, een degradatie. Dat was helemaal niet de plezantste periode natuurlijk. Hè. En dan is dat een beetje onwezenlijk dat dat gebeurt. Maar uiteindelijk voelde ik mij daar wel heel goed in Mechelen. En ik was daar ook graag. En Ja. het is ook gewoon een mooie club. Dus er zijn niet zo heel veel clubs in België waarvan ik denk dat die beter zijn als Mechelen om te kunnen spelen. Want er zitten altijd heel veel supporters. Fijn stadion, nieuw stadion. Dus Inderdaad zo. een ploeg met geschiedenis ook. En die echt voetbal ademt. Dus eigenlijk heb je daar niet lang over getwijfeld om te blijven bij KV Mechelen. Omdat ook het nieuwe bestuur toen heel snel de ambitie had om direct terug te promoveren. En dat hebben ze ook laten zien door De Camargo, Kaya, ook Berge, Ja, allemaal aan te halen. Waarmee dat ze echt lieten zien van we willen direct terug promoveren. En dat is uiteindelijk ook gelukt. Dus dat was een goede beslissing om te blijven. inderdaad, ja. En het is ook helemaal niet makkelijk, denk ik, om als je degradeert, om dan ja, in het huidige competitieformat van onze tweede klasse, om meteen weer omhoog te gaan. Ja, Lokeren heeft dat ook altijd gezegd, dat ze direct wilden terugkomen, maar het is helemaal anders uitgedraaid. Ja, inderdaad. Veel ploegen die zijn gezakt, die hebben het moeilijk gehad. Ja. Lokeren, en wie is er nog weer? Onlangs Westerlo, die zitten er ook Ja. al lang. Er was nog een ploeg die zijn gezakt. Lierse, denk ik. Eerste, denk ik. Lierse. Ja. Ja, Ja, het is een sterke competitie. ja al heb ik het gevoel dat dit jaar precies Union er toch wel echt zo wat Ja, bovenuit. uiteindelijk wel, ja. Ook veranderd natuurlijk, hè. Niet meer, er is geen periodetitels meer. Nee, Dus inderdaad. dat maakt wel een heel verschil, omdat Ja, wij sowieso. in ons jaar speelden we met 2 periodetitels en hadden wij de eerste gewonnen. En hadden wij op het einde van het seizoen heel wat punten meer in het algemene klassement als de tweede, de eerste toen, denk ik. Gewonnen dan op het einde van de tweede periode nog. Met 1 punt voorsprong in de tweede periode. En dan is het 50-50. Hè. Dan is het gewoon terug vanaf nul beginnen. En een finale spelen. Dus Ja, die nu is het gewoon wedstrijd. de eerste. Ja. Die wedstrijd kwam ook na propere handen dan. Heeft u dat als speler Ja. beïnvloed of? Wow. We zijn daar wel in het begin wel een beetje mee bezig. Maar uiteindelijk heeft ons dat niet zo heel veel beïnvloed, denk ik. Alleen dat we door al die media-aandacht en zo, het negatieve dat in de media kwam, alleen maar nog meer doen samenspelen en doen samen het eigen gevoel Ja. creëren. Dus het heeft En ook wel waar we. positieve effecten gehad, uiteindelijk. Ja, positief Ja, nee, ja. maar op het veld heeft dat wel gezorgd voor een goed gevoel, samenhorigheid tussen de spelers Ja. en ook de supporters die daarbij stonden. Dus dat was wel mooi om te zien dan. Ja. En ook zo denk ik het gevoel om iedereen de mond wat te snoeren. Als je altijd maar kritiek krijgt in de media, dan het gevoel hebben om Ja. te willen winnen. Ja. Inderdaad, dat is ook zo. Dat vooral. En vooral ja, de spelers die er dan speelden, konden er op zich niks aan doen. En dat is een beetje Nee, het is schieten op de dat. foute personen dan dat je doet. Ja, het is dat. Er waren niet veel spelers van het degradatiejaar, buiten ik en nog enkele anderen. Ja.
Maar de meeste waren allemaal nieuwe spelers, dus die hadden er helemaal niks mee te maken. Dus Ja, dat is zo. Ja, in jullie promotiejaar wonnen jullie uiteindelijk ook de beker, uitgerekend tegen A-Gent, je ex-club. Ja. Dat toch een beetje een gevoel van persoonlijke revanche dan? Wat persoonlijke revanche is veel gezegd, maar het is wel een goed gevoel dat dat natuurlijk Ja. Gent is dat je de beker kunt winnen. Hè. De beker winnen is sowieso wel iets heel speciaal, denk ik. En dat dat dan net tegen Gent is, ja, dat maakt het nog wel iets speciaal in, natuurlijk. Hè. Dat is zeker waar. Het was gewoon een ongelooflijke bekroning. Een echte kers op de taart van een ongelooflijk jaar dat we toen hadden. Dus, heel veel in de competitie kampioen geworden met dan ook nog eens ja, die promotiefinale. Ook heel op het einde van de wedstrijd, dat geweldig was. En dan die bekerfinale waarin dat wij de underdog waren eigenlijk. Maar, en ja, helemaal geen druk hadden om te moeten winnen. Maar net dan toch kunnen winnen, dat is natuurlijk fantastisch. Man. Ja, ik vond dat ook een fantastische wedstrijd om naar te kijken. Ik heb hem toen live gezien. En Michael Verrips ook echt een topwedstrijd gespeeld met cruciale reddingen. Ja, zeker. En dat was een wedstrijd die, allee, dat was niet de meest hoogstaande wedstrijd en zo, maar waren kansen langs beide kanten. En ja, het was eigenlijk een mooi verloop ook. Hè, dat het voorsprong komt en dan wij langs zij, dan tweede helft komen wij op voorsprong. En dan was het heel lang bibberen op. En heeft Verrips ons inderdaad enkele keer heel goed overeind geholpen, want anders denk ik niet dat we gewonnen hadden, maar allee, het was echt een fantastische finale, denk ik ook, dus het was kippenvel. Ja, na die bekerwinst zal er waarschijnlijk ook wel serieus gefeest geweest zijn. Heb je gekke taferelen meegemaakt? Ja, ja, toch wel. Het was feestje eerst daar natuurlijk op de Heizel. Dat was echt wel... Ik kon ons bijna niet meer voorstellen hoe dat nu zou zijn. Ja, zwaar. Allemaal de Heizel die helemaal vol zat. Dat was een prachtige sfeer, ook voor de wedstrijd, tijdens de wedstrijd. En dan vooral na de wedstrijd natuurlijk. Met onze supporters die met heel veel waren en wat uitzinnig was. Dus dat was echt een schitterend moment. En dan op de Heizel wat gefeest en daarna zijn we met de bus naar Mechelen gereden en dan met een open bus op de markt gekomen die vol stond met supporters van Mechelen. Dus dat was echt kippenvel ook, dat stond volledig vol. Dan daarna nog naar het stadion waar ook het veld helemaal vol stond bijna, dus dat was echt wel top. En dan onder de spelers nog verder gefeest, dus dat was wel echt zelf top. Ja. En is dat dan iets dat meerdere dagen doorgaat, of dat feest? Ik denk eigenlijk, het is zo geweest dat dat die match op woensdag was. En woensdagavond hebben we dan natuurlijk goed gefeest. Donderdag is iedereen thuis geweest en vrijdag zijn wij met de ploeg op stage geweest naar Knokke. Waar we tot zaterdag zijn geweest en waar we het ook nog goed gevierd hebben met de ploeg. Dat was echt plezant met de spelers en Knokke gaan vieren op strand. En dan nog iets gaan drinken. Dus dat hebben we toen wel heel goed gevierd. Dat was echt wel plezant, omdat je ook alleen een groep had die veel had meegemaakt samen. Die heel veel gewonnen had en de sfeer was natuurlijk heel goed. En dan is zoiets alleen maar plezant natuurlijk. Ja. PlaySports, dat jaar heeft jullie dan ook bijna altijd gevolgd in de kleedkamer en alles voor een documentaire. Ja, ze hebben natuurlijk, denk ik, het beste jaar uitgekozen om zat van alles in, vreugde, verdriet, boosheid, al van alles. Hoe voelde dat? Want ja, er zijn nu nog clubs zoals Tottenham, denk ik, dat ook heeft. Hoe voelt dat als je altijd zo'n camera's in je kleedkamer hebt? Ja, dat was toen best wel wat onwennig in het begin, hè. Eerst tijdens de voorbereiding kwam er ineens, dat was nog met Dennis van Wijk toen, dat hij zei van er is van hoge hand beslist dat wij het hele seizoen gevolgd zullen worden door iemand die er constant zal zijn met de camera. En ik weet nog wel dat in het begin wel voor een beetje, dat het een beetje aftasten was van hoe dat ging verlopen en hoe je ging gedragen als die man erbij was en zo.
ook voor de trainer zelf was dat best wel niet zo gemakkelijk. Dennis die durfde nogal eens stevig uitpakken bij speeches of zo. Dus dat was voor hem ook wel, denk ik, aanpassen. Maar natuurlijk, na enkele weken leert er ook die mannen. Alleen dat was eigenlijk maar één, Glenn Dollander, die dat doet voor ons. Leert je die ook kennen en dan zit hij eigenlijk mee in de groep. Waardoor dat zijn aanwezigheid eigenlijk hoeveel te langer niet meer opvalt eigenlijk. Dus wordt altijd gevolgd, maar op den duur is dat de gewoonte en dan weet je dat wel. Ja, als het goed gaat sportief ook, kun je daar denk ik makkelijker mee omgaan. Ja, tuurlijk, dat ook zo. Maar ook voor de trainer, dan was er een trainerswissel dat Wouter Franke was gekomen. Voor hem wel wat aanpassen, hè, want hij kwam binnen. Want hij had een camera die alles filmde wat hij zei en hoe dat hij deed tegen ons. Dus dat was in het begin wel wat aanpassen. Maar achteraf gezien is dat wel mooi dat het juist dat seizoen was. Dat is vastgelegd. Dat is denk ik het mooiste seizoen van Ja. KVM van de laatste jaren. Dus dat kwam op een goed moment. Ja, bij Anderlecht zijn ze er ook een aan het maken over Company sinds vorig seizoen, maar ik denk niet dat zij per se het beste seizoen hebben uitgekozen om dat te doen. Nee, sportief misschien niet, maar dat is toch wel iets waar dat mensen graag naar kijken, denk ik, hoe dat het Ja, er aan toe sowieso. gaat, Ja. buiten het veld, op trainingen, in de kleedkamer, bij het ontbijt, bij de kinesisten. Dat zijn beelden die je anders niet te zien krijgt. En dat is wel fijn, denk ik, voor supporters en voor andere mensen, om dat te zien, dat het veel meer is voetbal dan enkel 90 minuten in het weekend. Ik denk wel dat wel interessant is voor heel veel mensen. En ik zou dat zelf ook graag zien bij de topclubs, hoe dat daaraan toe gaat. Dus dat is wel fijn. Ja. Is Company eigenlijk de grootste speler waar je mee samen hebt gespeeld? Ik heb niet samengespeeld met Company. Samen gespeeld, tegengespeeld bedoel ik natuurlijk. Ah, tegenspeeld. Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel in België toch wel. Dus dat is toch iemand met heel veel. Allee, die ook heel veel indruk maakt op het veld. Heel fysiek impressionant. Natuurlijk ook de carrière die hij gehad heeft, natuurlijk. Dus dat is wel iemand waar je naar opkijkt. Waar WK's en EK's. Dus dat is een beetje een rode duivel waar iedereen voor support is. Ja, je bent 2 keer gepromoveerd geweest en je hebt ook 1 beker gewonnen. Maar een luisteraar vraagt zich af wat je mooiste herinnering is uit je carrière. Ja, de eerste promotie bij Sint-Truiden was natuurlijk prachtig voor mij, omdat als jeugdspeler en Ja. kapitein zijnde op dat moment is het heel mooi om dat mee te maken. Hè. Omdat je van de streek bent, omdat je heel veel mensen kent daar, heel veel mensen kennen nu. En om dan naar eerste klasse te promoveren, dat is iets waarvan je droomt. En dan natuurlijk ook die bekerwinst, dat is wel echt het sportief hoogtepunt voorlopig van mijn carrière. Omdat dat het hoogste is wat je kunt in België kampioen worden in eerste klasse op de beker winnen. Hè. Dat zijn de twee prijzen. En die beker is toch wel echt, gaan ze mij nooit meer afpakken. Dus dat was Nee, echt natuurlijk. wel het hoogtepunt eigenlijk. Ja. Ja. En bij Sint-Truiden toen, dat seizoen ook, allee, dat jullie naar eerste klasse kwamen. Toen ook wel een sterke elftal, vond ik, met het Nilsson. Was dat Dompé dat daar ook bij zat? Ja, toen hadden we een heel sterke ploeg eigenlijk. Een heel sterke voorlijn met Milson, Boli en Dompé. Dat Oh. waren alle drie enorme, snelle en heel goede spelers. Dat technisch heel goed op het kunstgras. Voor ons was dat toen. Ja, dat was echt fijn spelen, omdat die zoveel snelheid hadden, zoveel techniek. En op dat kunstgras was dat ideaal voor hen. Hè. Ja. Maar ook Angbon, die speelde toen bij mij op middenveld, die speelt nu in de Ligue 1 bij Metz. En dan nog enkele anderen. Dus toen hebben we inderdaad ook een heel goede periode gehad in de competitie, waarin dat we toch heel goed speelden in het begin van het jaar. Enkele heel goede matchen hebben gespeeld. Maar dan in de winter, in januari, is dan spijtig genoeg Junior Nilsson
trainer ook Jannie Ferreira en Don Standaard. B als Ja, nieuwe inderdaad. coachen. Naar Standaard. Dus ja, dan was het eigenlijk snel afgelopen. Heb je, allez, had je verwacht dat hij de Milson een grotere carrière ging maken dan dat hij nu doet? Hij had ja, alleen grotere carrière, dan bedoel je bij Ja. bekendere clubs, Ja, voilà, zeggen in ja. Europa. Ja, dat had hij zeker kunnen hebben, hè. Maar goed, allee, hij heeft gekozen voor Ja. een andere carrière en dat zal ook wel niet slecht zijn, denk Nee, ik. ja, dat heeft zeker zijn voordelen. Zou jij dat pad Ja, ooit kunnen voilà. bewandelen om zo voor het geld te kiezen? Wat hè? Zou jij ooit voor het geld kunnen kiezen en naar Qatar gaan of waar dan ook? Maar ik denk dat elke voetballer op een gegeven moment in zijn carrière moet kijken naar het financiële. Hè. Ja. Een carrière van 10 jaar misschien. En daarna is het gedaan. Dus tegen dan moet je zorgen dat je financieel een buffer hebt en dat je er goed voor staat financieel. Want daarna zal het heel wat minder zijn wat je gaat verdienen. Dus als er ooit zo'n kans komt, dan zal je er zeker over nadenken. Dat is misschien nog niet direct nu, maar. Ja, dat weet je nooit eigenlijk. Wordt daarin dan eigenlijk zo begeleiding gegeven van de clubs? Hoe dat je het financieel goed aanpakt, bijvoorbeeld over investeren of zo? Nee, eigenlijk helemaal niks. Dus Nee? je hoort veel verhalen van spelers die geldproblemen hebben of die heel veel verloren hebben door allerlei stommiteiten en zo. Dus allee, daarmee heb ik het geluk dat ik een familie heb en allee, wat mensen rond mij hebben die allee, nuchter zijn en een goede opleiding, opvoeding gehad, waardoor ik niet zo snel het geld zal buitengooien. Maar Ja. ja, eigenlijk is er te weinig begeleiding voor, zeker voor jongeren die dan in het buitenland komen, die hier ineens veel geld verdienen. Om die toch te beschermen tegen zichzelf en tegen ook andere mensen die willen profiteren van hun geld. Ja, zeker. Ja, 2 weken geleden postte je op je Instagram dat je vriendin in verwachting was. Proficiat daarvoor. Wordt het ook een Ja. voetballer? Het wordt een meisje, dus Ja. de kans is Voetbalster. kleiner. Ik zal het zo kennen, maar nee, voorlopig. Allee, zo. Misschien een tennister. Ja, kan hè. Nee, we zullen zien. We zijn er heel blij mee, dus we kijken er naar uit tot de dag dat ze geboren zal worden. Dus ja, het is nu nog wel heel spannend en zo, dus ons eerste kindje. Dus Ja. ja, dat is spannend, in spanning afwachten eigenlijk. Ja, Rob, wie is eigenlijk de beste speler waar je ooit mee samen hebt gespeeld? Waar ik ooit mee samen heb gespeeld. Goh ja, daar ben ik toch in Gent met een Kunst met Milicevic. Ja, Waar Milicevic. echt goede spelers in een topperiode. Ja. Edmilson was ook wel een heel goede flankspeler die je niet zo vaak tegenkomt, die echt wel heel goed was. Dus ja. Ja. En in de jeugd, heb jij dan bij de jeugd voor de Rode Duivels en zo gespeeld? Wanneer daar dan van je leeftijdsgenoten goede bij? Maar ik weet het niet meer. Ja, bij de jeugd, bij nationale jeugdploegen heb ik met heel wat spelers gespeeld, zoals Ben Straat, Origi Pino waarschijnlijk. Blot, Origi vaak ook meegespeeld. Charlie Musonda ook een paar keer. Dingen Bogonda ook nu van Genk. Ja. Ja, dat was wel een goede lichting eigenlijk. Limbombe, Jordan Lukaku, Malanda ook nog meegespeeld. Dus ja, wel eigenlijk wel een goede lichting, maar we hebben jammer genoeg nooit echt iets bereikt. Dus dat is wel een beetje spijtig. Ja, wie op school zegt ook nummer 16. Is daar een achterliggende reden voor? Nee, eigenlijk niet. Dat is zo gekomen. Allee, bij Sint-Truiden voor de eerste keer en ik heb dat eigenlijk altijd zo gehouden, dus ik weet niet waarom, maar zowel bij Gent als Mechelen heb ik gevraagd voor die nummer en die was telkens beschikbaar, dus dan heb ik dat maar zo gehouden, dus daar zit niet echt iets achter, dus
andere soort van bijgeloven voor een wedstrijd? Eigenlijk niet Of echt. rituelen of zo? Nee, eigenlijk niet veel speciaal. Natuurlijk had je altijd wel zo'n beetje dezelfde dingen die je doet de dag van de match, maar dat is niet echt heel bijgelovig. Ja. Dat is meer gewoon alleen een matchdag die je op dezelfde manier wat voorbereidt, zonder heel veel bijgeloof te hebben of zo, maar gewoon dat je er klaar voor bent en dat je het gevoel hebt dat je hetzelfde hebt gedaan als de vorige keer. En dat is het eigenlijk. Ja, nu je nog geen kinderen hebt, waar hou je je nu zoal mee bezig buiten het veld en ook zo in de lockdown en zo? We hebben sinds 2 of 3 jaar een hond en die vraagt toch wel heel veel aandacht. Dus, maar ik vond dat ook heel plezant. Dat is mijn beste vriend geworden eigenlijk. En we gaan heel veel wandelen, heel veel buiten wandelen. En ook binnen veel mee bezig zijn en anders. Voor de rest is het vooral tv kijken of met vrienden afspreken. Dus, en natuurlijk ook mijn vriendin af en toe wat aandacht geven, hè. Moeten. Dat is zo. Ja, dan is het nu over. Tijd om over te gaan tot de momenten van onze rubriek, momenten van de week. Rob, jij mag beginnen. Wat is jou het meest bijgebleven uit deze voetbalweek? Ja, het is niet iets wat enkel deze voetbalweek is bijgebleven, maar de afgelopen periode. Ik heb gekozen voor AC Milan eigenlijk. Dat sinds dit seizoen, sinds de laatste weken, op kop staat in Italië. Na toch wel heel veel jaren dat ze het echt moeilijk hadden en heel ver waren weggezakt eigenlijk in Italië. Maar sinds dit jaar, eigenlijk eind vorig jaar, al echt opnieuw terug naar boven aan het komen zijn. En zeker dit seizoen met de terugkeer van Ibrahimovic, dat ze echt opnieuw bijna het oude Milan zijn. Echt een topploeg in Italië die nu eerste staan, waar dat ze ook horen te staan, zo'n club. Dat is mooi dat die terug zijn na heel wat jaren dat ze echt niet goed waren eigenlijk. Hè. Zelfs geen Europees voetbal. Echt slechte resultaten. En dat deed me wel iets, omdat dat toch wel een ploeg is waar dat ik altijd naar heb opgekeken. Omdat dat ook toen ik jong was en veel voetbal keek, toen was AC Milan ook echt bijna de topploeg van Ja, Europa. En inderdaad. fantastische ploegen altijd gehad. Dus daar keek ik echt graag naar. En dat was een beetje mijn lievelingsploeg vroeger. Dus die blijf je altijd wel volgen. Dus, Ja. ik ben blij dat het nu alleen dat zij het toch terug goed doen. Dus, Ja, ze staan nu dus 5 punten voor op Inter en 6 op Napoli en Juventus. Zie je je ook echt volhouden tot het eind van het seizoen en ook kampioen worden misschien? goh, waarom niet? Ze hebben Zlatan, dus Ja. dat is alles mogelijk natuurlijk, hè. Ja, en Maar nu zelfs zonder Zlatan hebben ze gewonnen, dus ja. ja, het is dat, man. Het hangt ook natuurlijk wel vanaf, denk ik, van Juventus, hoe dat zij zullen verder gaan. Want dat is toch voorlopig nog niet echt geweldig dit seizoen. Waar ze de voorbije seizoenen bijna nooit punten lieten liggen, hebben ze er nu toch al wel enkele laten liggen. Wie weet, als ze zo kunnen verder gaan, dat er wel. Het zou wel mooi zijn dat ze tot heel het einde kunnen. Of toch wel lang kunnen meedoen. En dat het echt spannend is in Italië, want de voorbije jaren stond de kampioen al altijd vast voordat de competitie nog maar begonnen was eigenlijk. Dus het zou wel mooi zijn dat het echt heel spannend is. En het zou ook mooi zijn dat het dus een andere ploeg is als Juventus. Ja, dat is waar. Ja, afgelopen weekend, om even te herhalen, hebben ze dus 1-2 gewonnen op Sampdoria. Ze komen ook op voorsprong door ja, een soort gelijkaardige penalty als dat Gent tegengekregen heeft tegen Oostende. Ook weer een aangekopte hensbal, dat ik denk dat ook misschien wel geen hens is. En dan de 0-2 wordt gemaakt door Castillejo, dat was de vervanger van Salamakers, die in de basis stond. Heb jij nog met Salamakers ook bij de Rode Duivels gespeeld of niet? Of tegengespeeld misschien? Tegengespeeld wel, denk ik, bij Anderlecht, Ja. tegen Anderlecht is, maar nooit samen meegespeeld, nee. Ja. En had je het gevoel dat hij hogerop kon dan Anderlecht? Had je dit verwacht dat hij nu bij AC Milan zo zou spelen? Goh, nee, ik denk dat er dat weinig mensen hadden verwacht. Allee, toch, bij ons in de ploeg was toch iedereen redelijk
verrast van zo'n transfer. En natuurlijk, AC Milan was de voorbije jaren wel wat weggezakt, maar het blijft toch altijd wel een heel grote naam in Europa. Dus als je zo'n transfer kunt maken, dat is wel, dat is wel heel knap. En zeker als je ziet dat hij daar zich heeft aangepast en dat hij daar toch vaak en bijna altijd de laatste maanden in de basis staat, dat is toch niet niks. Nee, in een club. Dat is wel mooi. Ja, ik had eerlijk gezegd ook niet goed verwacht. Allee, van AC Milan vond ik ook een beetje een rare keuze voor Salemakers. Ja. Maar wat wel opvalt is dat hij goed overeenkomt met Zlatan Ibrahimovic. En ik denk dat dat ook wel een serieus pluspunt is. Ja, ja, denk ik ook. Als je daar niet overeenkomt met Zlatan, denk ik dat je wel een probleem hebt. Dus ja. Dat iedereen daar wel mee overeen zal willen komen. Dus, Ja, ik denk dat hij bij Anderlecht ook een beetje te veel van zichzelf dacht. En eens dat hij nu bij een topclub speelt en ja, wel beseft dat een Zlatan Ibrahimovic of misschien zelfs een Kessié beter is dan hem, dat hij een beetje meer voetjes op de grond en echt zijn best doen, hard werken, dat dat hem wel ja. veel heeft geholpen in zijn carrière nu. Ja, dat kan wel. Dat kan wel. Want bij Anderlecht zag iedereen wel altijd dat hij wel goed kon voetballen. Ja. Maar het was ook niet dat hij 10 goals maakte en 10 assists gaf of zo. Hè. Dus, nee, nee. Het kwam er niet echt uit. Ja. Misschien had hij zo'n stap wel nodig om inderdaad zich echt te bewijzen en uit zijn comfortzone te komen op een andere plaats en een andere omgeving ook om echt alles voor het voetbal te doen misschien. Dus, ja. Voorlopig wel goed voor hem, precies. Ja. Ik vind ook dat hij zo wat tussen rechtsachter en tussen rechtsvoor staat. Hij zit er zo... Voor beide posities zijn niet helemaal geschikt. Is daar zo precies iets tussen. En de dat Rode is, denk... Duivels, hè. De flank van de Rode ja, Duivels. Eigenlijk, daar kun je het best mee vergelijken. Ja. Die ja, positie. Dat is waar. Ruben, voor welk moment heb jij gekozen? Ja, ik heb gekozen voor Waasland Beveren. De laatste 4 matchen toch 10 op 12 gepakt na een heel moeilijk seizoensbegin. Maar dat ze heel veel punten verloren. Maar nu toch, ze beginnen echt te draaien. Op Charleroi gewonnen vorige week. Daan Heijmans ook bij ons hier te gast geweest in de tweede aflevering. Die daarin ook een heel mooie assist geeft. Ja, dat is heel mooi. Die ploeg, ik denk ook, ja, een keer als die eerste overwinning er is, verstijgt het vertrouwen. Het gevoel van weer te winnen is terug en dat geeft een boost, denk ik. Dan ja. Nu toch 10 op 12. Die andere ploegen gaan toch ook moeten meegaan, anders zou het wel een keer de kloof kunnen gaan stijgen. En, ja, het zorgt voor stress natuurlijk bij die andere ploegen. En als ze zien dat een Waasland Beveren het dan goed doet. Ja. Ik denk aan jullie komend weekend. Jullie moeten komend weekend tegen Waasland Beveren. Ja, het zal een wedstrijd zijn op het scherpst van de snee. Ja, dat is wel een belangrijke wedstrijd. Hè. Dat is zeker en vast het geval. Dus dat is wel straf van Beveren. En ineens dat ze 10 op 12 pakken, dat is wel, wel straf. Alleen gezien dat ze in het begin echt niet veel punten pakten. Maar het zal een moeilijke wedstrijd worden die heel belangrijk is en die wij als Mechelen zijnde eigenlijk wel absoluut moeten winnen. Dus zullen we zien. Ja, jullie zitten ook nu niet in de beste flow misschien, maar langs de andere kant op standaard hadden jullie wel de 3 punten kunnen pakken. Ja, dus dat we zitten zeker niet in de beste flow, maar het is een beetje elke ja, week al hetzelfde, veel, hè? Ja, inderdaad, al veel pech gehad, hè. Pech. Ja. Je kunt het beter doen. Het is enerzijds pech, anderzijds kunt je ook zelf ervoor zorgen dat je beter doet en meer scoort. Het is zo dat we redelijk goed spelen, dus dat is geen probleem. Ik denk dat we beter spelen als veel ploegen in eerste klasse. Het is enkel zo dat als je niet je krijgt veel kansen en als je die niet afmaakt, dan dan is het gewoon moeilijk en dan wint je niet. Dat is simpel. Dus dat is het grootste probleem voor ons op dit moment. We krijgen heel veel of meer dan genoeg kansen. En we maken ze niet af. En langs de andere kant krijgen we iets te makkelijk doelpunten tegen. En dan is het moeilijk. Dus dan staat je beneden. Dus, ja,
Dat is zo. Ben jij eigenlijk tevreden van je wedstrijd gisteren? Gisteren was ik niet echt niet helemaal tevreden van de Nee? wedstrijd zelf. Dus Ah, nee, ik heb ik weet... ook kunnen scoren, maar ook in het spel zelf was het, kon het toch wel beter. Dus, Ja, ik heb de wedstrijd nu gezien met ja, een vergroot glas op u uiteraard. En ik vond u wel een degelijke wedstrijd spelen. Het was ja, ik denk, ja, je hebt daar eens een kans gehad op de slof, ja, in een volley. Dat was ja, niet te ver over. Ja, het was nog redelijk goed getrapt. Dat was geen makkelijke kans natuurlijk. En dan geef je eigenlijk een assist op Mrabti, denk ik dat was. Dat dan ja, nog gepakt wordt, die bal. Een hele goede Ja, pas. goede Ja. kans. Ja, de penalty die jullie krijgen was na een mooi hakje van u. Dus ja, ook wel redelijk belangrijk, denk ik. En dan had je nog één kans, maar die Geen pakte Bodaar kans, dan nog goed. Ja. ja, daar had ik hem achteraf gezien moeten chippen een beetje. Ja, misschien wel, ja. Maar ik had op dat moment niet verwacht dat die direct zou uitkomen, omdat ik het gevoel had dat dat al redelijk scherp voor de goal was. Maar ja, hij pakte hem. Dus het was ja, het was hetzelfde. We hebben Ja. kansen voldoende gehad om te winnen. Maar langs de andere kant, 2-2 gelijk op standaard. En zeker twee keer terugkomen van een achterstand. Dat is ook niet het slechtste natuurlijk. Nee, Ook tuurlijk. de voorbije weken hebben we gelijk gespeeld tegen Charleroi, tegen Club Brugge. In Eupen hadden we donderdag altijd eigenlijk moeten winnen. Ook zoveel kansen gemist en dan uiteindelijk in de extra tijd nog gelijk kunnen maken. Hoewel we daar absoluut verdienden om te winnen. En ook vorige zondag tegen Beerschot een goede wedstrijd gespeeld. Ja, daar hebben jullie ook wel Maar pech gehad natuurlijk. ja, daar hebben we dan wel een beetje pech gehad, vind ik, met die rode kaart die nog altijd geen rood is. Dus Ja. dat was jammer. Dus Ja, inderdaad. op naar zondag, naar Beveren. Ja, het is zo. Ik ben benieuwd wie dat gaat winnen. Ik gun zowel u een doelpunt als Daan Heijmans natuurlijk. Ja. Ik heb gekozen als moment voor de link tussen Harry Kane en Son, die met Tottenham nu eerst staan in de Premier League en geweldig goed samenspelen. Dit weekend speelden ze een Londense derby tegen Arsenal. Ze wonnen uiteindelijk 2-0. Het eerste doelpunt was echt prachtig in mijn ogen. Ja, in de 13e minuut werd Son gelanceerd op de linkerflank door Kane. Hij sneed dan naar binnen en krulde de bal in de verste hoek van op een meter of 20 van het doel. Net voor de rust gaf Son dan ook nog eens een assist op Kane, die ook op een heerlijke manier eigenlijk uit een superscherpe hoek afwerkte, lat binnen. Na de rust liet Tottenham de bal een beetje aan Arsenal. Ja, ze stonden 2-0 voor. Je hebt als coach Mourinho, dan weet je dat je niet veel meer gaat aanvallen. Arsenal had uiteindelijk zelfs nog 70% balbezit in die wedstrijd, maar echt grote kansen konden ze niet afdwingen. Toch wel opvallend is dat Kane in 11 wedstrijden al 8 goals heeft gemaakt en 10 assists heeft gegeven. Dat komt neer op een doelpuntaandeel bij Tottenham van 78%. Son maakte in 11 wedstrijden 10 goals en gaf 3 assists, waardoor zijn doelpuntaandeel lager ligt met 56%, maar toch nog altijd redelijk hoog. Son staat zo ook op de tweede plek in de topscorerlijst en Kane staat vijfde. Kane en Son zijn ook nummers 1 en 2 als het gaat om de hoeveelheid doelpunten waarbij ze betrokken waren. En Kane is ook assistenkoning in de Premier League. Met 10 assists heeft hij er dus 4 meer dan Kevin De Bruyne. En dat is eigenlijk iets wat ik totaal niet had zien aankomen. Dat zij zo goed gingen linken dit seizoen. Ook Kane vorig jaar, ik denk dat hij maar 2 assists heeft gegeven in het ganse seizoen. En nu heeft hij er al 10. Dat is gewoon een beetje ongelooflijk aan het worden. Omdat je van Kane verwacht dat hij echt een diepe spits is die zelf de goal maakt. Hè. Ja, dat is zo. Dit seizoen geeft hij inderdaad zelf heel veel assist. Laat hij zich vaker uitzakken naar het middenveld. Dat zal toch wel een opdracht zijn van de trainer. En als je dan nog snelle spelers rondom je hebt, zoals Son en Bergwijn en wie speelt daar nog allemaal? Bale. Dan Ja. is het ook niet. Dan zijn er wel genoeg mensen waaraan dat je assist kunt geven. Hè. Dus, en Ja, hij dat is heeft zo. dan nu wel bewezen dat hij dat overzicht heeft en ook vanuit de tweede lijn een heel goede pass kan geven. Dus
Ja, toch wel opvallend, ja. Mijn Kane is denk ik ook de speler met de meeste goals in de North London Derby dan. Tegen Arsenal Ja, van inderdaad. Tottenham Juist in de niet geworden, hè. totale historie, dacht ik. Ja, hij is het juist geworden met zijn laatste doelpunt. Ja, was ook een mooi doelpunt, hè. Was Ja, inderdaad. mooi Het waren twee mooie afgewerkt. doelpunten. Was ook mooi afgewerkt. Ja, Zeker, ja. zeker. Heb jij zo'n ploeg in Engeland waar je ja, een sympathie voor hebt, of? Niet echt één ploeg eigenlijk. Ik vind het gewoon een interessante competitie om te volgen in zijn geheel. Dus Ja. ze zijn echt allemaal mooie ploegen. Dus ik vind het interessant om te zien hoe dat iedere ploeg zijn eigen identiteit heeft en probeert opnieuw naar de top te komen. Als je ziet Arsenal, Manchester United, Liverpool, die het heel lang moeilijk hebben gehad en die dan de afgelopen 2, 3 jaar terug zijn opgekomen nu ook. Manchester United, heel lang moeilijk gehad en nu terug naar boven willen komen. Ook Chelsea, even weg geweest en nu terug. Dat verandert ook constant in de Premier League, wie dat daar... Het momentum heeft en in Ja, is andere waar. landen heb je altijd, alleen in Spanje is dan altijd Real of Barça of Atletico en dan in Duitsland altijd Bayern München, Frankrijk, PSG en in Italië heb je Juventus, maar in Engeland is het bijna altijd iemand anders en kan het ook altijd iemand anders zijn. Daar heb je 6, 7 topploegen nu die zo goed zijn dat die alles kunnen winnen eigenlijk en dat is interessant gewoon om te zien en dat maakt ook de Premier League zo interessant en zo mooi om te volgen, omdat daar Ja. ook altijd alles kan gebeuren. Zelfs de kleine ploegen die kunnen daar altijd, die zijn ook heel goed. Dus dat is ook altijd fijn om naar te kijken. Ja, Ja, het misschien. gebeurt daar heel zelden dat je 2 jaar na elkaar kampioen wordt. Ja, Ik dat is denk dat waar, dat ja. echt al lang geleden is geweest. Ja, Ja, zoals in België is het eigenlijk ook moeilijk om twee keer na elkaar kampioen te ja. spelen. De laatste jaren ook niet Laatste te veel jaar meer ook. gebeurd. Ja. Ja. Moest je nu vandaag een pronostiekje moeten maken over wie dat er kampioen wordt in de Premier League, op wie zou je dan gokken? Oh. Ik zou gokken dat toch nog altijd op Liverpool, denk ik. Ja. Liverpool of Ruben? Manchester Ja. City, hoewel ik het wel mooi zou vinden mocht Chelsea echt nog eens kampioen worden. Die hebben ook veel ingekocht natuurlijk. Maar ja, het is echt, je kunt het echt niet voorspellen eigenlijk dit jaar, denk ik. Dus Zwaar. het gaat heel spannend zijn. Ja, Ruben, wat is je Ja, voorkeur? het is echt een hele moeilijke nu. Het Ja. gaat veel afhangen de komende maanden wie dat er echt zijn niveau blijft houden. Dat gaat veel. En vooral die winterperiode in Engeland is dat heel druk. Heel veel matchen Ja. op korte tijd. Want Chelsea, ja, ze hebben nu, ik weet nu niet hoe, Alessia is uitgevallen en het was nog iemand. Thiago Silva. Dus ik hoop dat dat niet te erg is voor hen. Maar ja, Tottenham zie ik toch ook wel. Nu met Mourinho denk ik dat ze wel een beetje een systeem gevonden hebben waarbij dat ze consistent voetballen. Niet meer zo de ene week goed, de andere week weer totaal off day. Ik denk dat ze nu een beetje meer systemen. Dus ik ga voor Tottenham. Ja, ik zou graag Newcastle zeggen, maar ik denk dat dat niet echt realistisch is. Dus ik ga toch ook voor Tottenham gaan. Wie Tottenham, weet, ja. hopelijk binnen een paar jaar. Ja, ik denk toch wel Tottenham. Het is het tweede jaar van Mourinho. Dat is vaak het jaar waar dat de vruchten worden ingeplukt bij Mourinho ook. Hij staat daarom bekend. Ze hebben een goede ploeg. Het is al vaak net niet geweest. En ik denk dat het misschien dit jaar eens net wel kan zijn. Natuurlijk, ja, Liverpool blijft de beste, voor mij de beste kern hebben. City eigenlijk ook wel echt een topkern met De Bruyne vooral. Ja, het gaat echt te zien zijn, hè. Het is bijna onmogelijk om het nu al met zekerheid te zeggen. Allee, het is gewoon onmogelijk. Als je kijkt naar de kernen, denk ik toch niet. Allee, vind ik niet dat Tottenham de beste. Dan denk Nee, ik nee, dat nee. Manchester United zelfs en Chelsea en Liverpool en City eigenlijk een betere kern hebben, hè, Ja, maar. dat is wel. Nu met het systeem van Tottenham en met Son en Kane die dan echt in vorm zijn, ja, dat is echt met die aanvallers die Ja. hem dan kampioen moeten maken. Terwijl ik denk dat de rest van de ploeg misschien toch niet,
niet goed genoeg is om kampioen te worden. Maar allee, dat is ook mooi in de Premier League dat dat wel kan, hè, Ja, zwaar. als het blijft draaien. Ja, Man U heeft op zich wel een hele mooie selectie, maar ja, wat doen ze ermee? Ze zijn nu wel wat weer aan het opklimmen, maar Ja, het dat blijft is zo toch, wonderbaarlijk. ja, inderdaad. Ja, dan is het nu tijd om over te gaan naar inmiddels al onze laatste rubriek van de aflevering, die we zo op een luchtige manier proberen af te sluiten. We hebben 10 dilemma's voorbereid voor jou. Je mag dus telkens één van de twee antwoorden kiezen en je hebt één joker. Ben je er klaar voor? Ja. Oké. Liever een panna geven aan Joachim van Damme of liever eentje geven aan Arjans Winkels? Joachim van Damme, Ja? hè? Ja. Dat is altijd lachen als jij hem een beetje op zijn paard kunt zetten. Dus met veel plezier. Ja. Ja, bij Mechelen speelden er twee toptalenten die een grote toekomst wordt verwacht. Maar wie zie jij de grootste toekomst maken? Issa Caboré of Aster Franks? Oh, dat is heel moeilijk om te zeggen, hè, bij jonge spelers. Dus dan zeg ik misschien toch Franks. Omdat ja, ze zijn allebei heel jong en ze hebben allebei veel kwaliteiten. Maar hij heeft wel echt een goede kop erop staan ook. Dus is heel down to earth. Dus ik hoop dat hij echt zijn. Het potentieel volledig kan benutten en dan zal die wel verder kunnen raken als Mechelen. Dus waar dat ze uiteindelijk zullen komen, dat weet niemand Ja, op dit moment zwaar. te vertellen. Want Issa die heeft nu al getekend voor Manchester City, wat natuurlijk het hoogste is, bijna waar je kunt geraken. Maar goed, dan zullen we zien hoe dat zal uitdraaien. Issa heeft natuurlijk ook geweldige troeven als bak. Heel veel snelheid. En alleen op een hoger niveau. In een goede ploeg kan die dan ook weer een heel hoog niveau halen. Dus, maar dat is zo moeilijk om te voorspellen met zo'n jonge gasten. Dus dat zal de toekomst alleen maar uitwijzen. Ja. Derde dilemma. Wie vind je de beste trainer? Wouter Franken of Yannick Ferreira? Oh, dat is. Tja. Kies ik misschien voor mijn joker. Ja. We kunnen Nee, de vraag ook misschien een beetje aanpassen om het u makkelijker te maken. Dennis van Wijk of Yannick Ferreira? Of maakt dat er niet makkelijker op? Oh, nee, want kiezen tussen trainers, dat is. Allee, elke trainer is anders. En natuurlijk, de trainer waar je zelf bij speelt, is voor u een goede trainer. Ja, dat is waar. En ook een trainer waar je mee wint, is een goede trainer. Maar met Dennis van Wijk heb ik ook gespeeld, maar hebben we het niet zo goed gedaan als ploeg. Oké, dan zeg je sneller van ja, dat is geen te goede trainer. Maar ik had eigenlijk wel nog wel een goede klik met Dennis van Wijk. Dus dat is moeilijk. Elke trainer is anders. Dus ik heb met zowel Wouter als met Yannick Ferreira heel mooie periodes meegemaakt. Dus daartussen kiezen is moeilijk. Ja, we hebben ze daar juist al eens aangehaald, de twee grootste clubs in Spanje, Barcelona of Real Madrid. Barcelona toch, hè. Het is Ja. toch voor Barça die voor het voetbal dat toch, alleen zeker de afgelopen jaren met de goede jaren van Barça, met Messi en Iniesta en Xavi, dat toch wel echt ja, heerlijk was om naar te kijken. En dat is het voetbal wat ik graag zie en wat ik ook graag zelf speel. Dus daarom doe ik voor Barça. Ja. Stel, binnen enkele jaren moest enkel KRC Genk je nog willen. Zou je dan naar daar gaan of toch stoppen met voetballen? Nee, ze zeggen altijd dat je zo lang moet voetballen als dat je het kunt volhouden. Dus voetbal is de mooiste job die er is. En zolang dat je kunt voetballen, moet je voetballen. Dus dan Ja. zal ik ook nog een keer met de voetbal. Een beetje een cliché. Liever een assist geven of liever een goal maken? Liever een goal maken, toch? Hè? Dat is toch nog. Goal maken is altijd nog. Toch mooier. Een assist geven is natuurlijk geweldig, maar
een goal maken is, dat is toch nog altijd mooier. Dus goal Ja. maken. Het voetbal liever met of zonder VAR? Liever zonder, sowieso. Dat is, ten eerste, het duurt lang. Ten tweede, het is altijd, de scheidsrechters weten het zelf niet meer op den duur, denk ik. En vorige week bij onze wedstrijd Beerschot roept de VAR om te gaan kijken bij die fout van Aster Vrangs. Waar dat hij geel had gegeven, omdat hij ook 100% duidelijk de bal speelde eerst en daarna op het been beland van Koulibaly van Beerschot. En dan trekt hij rood op omdat de VAR hem heeft doen komen. Gisteren in de extra tijd was er een tackle van Duchesne en de VAR vraagt aan Lambrechts om te gaan kijken en dan geeft hij geen rood. Dus ik vond het een goede beslissing dat hij geen rood gaf, maar ik denk dat het best is zonder VAR. Ja. Het zou alleen moeten zijn bij buitenspel. Buitenspel of niet. En, dus dat is iets waar je zekerheid over hebt. En, hoeveel te meer Zwaar. meningen je hebt over fases, hoeveel te meer dat die uiteenlopen ook. Dus dat is altijd moeilijk. Ja, klopt. Ja, toen als ik eerst die tackle van Frank zag, dacht ik ook dat het rood was. Allee, maar ik zag direct eerst al het vertraagde beeld en vooral Ja, het beeld van dat hij op het op het been terechtkomt. Maar als je het Ja. bekijkt in de situatie, ja, hij speelt puur de bal, hè, en hij glijdt door. Ja, kijk, daar kan hij niet veel aan doen. Ja, dat is moeilijk, hè. Allee, je speelt de bal en dan kun je niet op dat moment zeggen van je trekt je benen ineens terug. Hè. Dat Ja, gaat ook niet, nee, dan kunt komt je dat been niet tegen. wegtoveren, ja. Dat is zo. Ja. Het hangt ook veel af welke beelden dat de VAR krijgt, want bij Chelsea was hij tegen Leeds en ze scoorden de 2-1 op hoekschop. En het was Zuma die scoorde. En tijdens de herhaling van de goal zag je niet dat er een fout was. Je zag iemand neervallen, maar niet van die wordt geduwd of zo. En dan achteraf, denk een minuut of 3 later, zie je echt een beeld dat Giroud met zijn voet op de kuit gaat staan van die verdediger. Ik weet zijn naam niet meer juist. Waardoor dat die gaat vallen. Maar dat is dan maar 3 minuten later dat ze die beelden vrijgeven. En eigenlijk moet die goal ook gewoon afgekeurd worden. Dus. Ja, dat kan veel. Dat beïnvloedt natuurlijk direct de VAR, welke beelden dat je krijgt. Hè. Als je direct dat één beeld ziet, dat Franks met zijn voet op het been van Koulibaly staat. Ja. Als je alleen dat ziet, dan zeg je natuurlijk dat is direct rood, dat is rood. Maar als je de hele fase ziet en alles de goede bekijkt, dan zeg je dat is een actie en dat is ongelukkig dat dat daarop komt, omdat hij eerst gewoon zuiver de bal speelt. Ja. Oké, dan de volgende. Een frisse pint of liever een wijntje? Liever een pintje dan. Ja. De voorlaatste nog. Een Vlaamse slager in de kleedkamer na een gewone partij, of mag het al ietsje steviger zijn? Nee, Vlaamse slager, Ja. dat kan ik wel appreciëren. Dus met de frisse pint is altijd Ja, wel voilà. De ideale iets combinatie. frisser. Ja. En zit jij dan een DJ in de kleedkamer of? Nee, meestal was dat bij ons Jules van Kleinput, maar die is nu vertrokken naar Charleroi. Ja. Maar nu dat hij er niet meer is, kan ik dat eigenlijk wel. Maar sindsdien hebben we nog niet veel gewonnen, dus is dat nog niet veel nodig geweest. Maar misschien zondag zullen ze er Ja, werk het van is maken, waar. dan kan ik, zal ik de muziek voor mijn part nemen. Inderdaad. En dan de allerlaatste: waar zitten de beste supporters, in Mechelen of in Gent? Dan zeg ik in Mechelen, hè. Dat is toch wel. De club staat er echt wel voor bekend. En ook Zwaar. in goede en kwade tijden is er altijd. Mechelen is echt een volksclub nog, hè. Dus dat leeft voor supporters en de supporters leven voor de club. Dus dat is een van de redenen waarom dat ik ook voor Mechelen heb gekozen. Hè. Dat is fanatieke club, een beetje zoals in Engeland, kort bij het veld. Fijne, goede sfeer altijd en veel supporters. Dus dat is alleen maar heel fijn om voor te spelen. Dus. Ja, zo. Rob, bedankt om erbij te zijn. Ik hoop dat het een beetje Ja, is meegevallen. zeker, zeker. Ja, veel succes ook zondag tegen Waasland Beveren. Dankjewel. Verder dank ik ook nog mijn mede-podcaster Ruben Botten voor deze alweer geweldige aflevering.
Hopelijk zijn we er volgende week weer. Wie dan de gast is, ziet u op onze socials op Instagram @buitenspelpodcast. Tot volgende week. Volgende week. Bye bye.